één ogenblik worden we zwak en we gaan een stomme tijd. Hoezo een stomme tijd? Dat ik de schrijver heb uitgenodigd voor Zeeland. Het is een geweldige rol. Het is echt vilijn en het is geestig. En het is ook tragisch en ontroerend als het goed is. Daar is hij. Bijna op tijd. Bijna. Heel bijzonder dat Arnhem Kreunberg meespeelt met dit stuk. Hoe is het om met hem te spelen? Heel erg leuk, ja. Ja, dat is echt geweldig. Hij is zo goed met de taal. Dat was al, merkte al met de eerste lezing, dat hij zo trefzeker is. Ja, hij heeft zo'n goed gevoel voor taal. U durfde dus de tegengestelde richting te nemen. Ik durfde en ik dacht tegengesteld. In alles dacht ik tegengesteld. Mij interesseerde het tegengestelde. Doordat we niet een acteur hebben die de schrijver speelt, maar een echte schrijver, wint het stuk wat mij betreft de voorstelling heel erg aan actualiteit. Omdat eigenlijk alles wat er over schrijven, over de kunst van het schrijven, wordt gezegd, tegen Grünberg wordt gezegd in plaats van iemand die de schrijver speelt. Van de andere kant. Of je bent een klassiek schrijver van meet af aan, of je bent het niet.